Het loont om op YouTube te zitten. Wat doet YouTube nou voor jouw merk? Ja. Je ziet waar mensen afhaken, waar ze blijven hangen. En dan gebruiken we eye tracking, gebaseerd op artificial intelligence. In de heatmap zie je dus waar mensen naar kijken, maar is dat ook het juiste waarnaar je wil dat ze kijken? En daar voegen we dan neuroonderzoek aan toe. Dat kan tegenwoordig ook op afstand met je mobiele telefoon en je smartwatch. Eigenlijk weten alleen je hersenen of je wel of geen aandacht hebt. Mijn doel is eigenlijk om een soort van feedback loop, doorlopende feedback loop te ontwikkelen voor onze klanten. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op YouTube. En is het de eerste keer dat je 7D-TV ziet en ondernemen is jouw ding, dan abonneer je op mijn kanaal. Er staan meer dan 1000 interviews met ondernemers op en abonneren kan heel simpel hier onderin op het knopje klikken. En denk je nou, ja, maar dat kan ik helemaal niet, want ik zit te luisteren naar de podcast. Nou, van harte welkom en super fijn dat je luistert. En wie weet is dan het podcastkanaal van 7D-TV voor jou iets om je op te abonneren. Welkom bij deze video of podcast als je zit te luisteren. Eentje uit de serie The Future of YouTube, die ik samen maak met Team 5PM. Dat is het YouTube-bureau voor uitgevers en merken. In die serie praat ik met uitgevers, met merken, over hoe zij YouTube en online video inzetten. Maar soms is het ook heel leuk om in zo'n serie te praten met mensen van Team 5PM zelf, want die gasten die weten nogal wat. In deze aflevering praat ik met Yannick Abrahams. Yannick, van harte welkom. Dankjewel. En jij werkt bij de onderzoekstak van Team 5PM, hè? Klopt. En wat doet die onderzoekstak precies? De onderzoekstak van Team 5PM houdt zich bezig met onderzoek. Zegt het al. Zegt het enigszins al, ja. En we houden ons eigenlijk met twee typen onderzoeken bezig. Enerzijds measurements, zoals we dat noemen. Dat zijn de metingen achteraf, dus na een YouTube-campagne. Ja. Anderzijds doen we onderzoeken vooraf, dus bijvoorbeeld video pre-testing. En eigenlijk doen we dat om ook de toegevoegde waarde in kaart te brengen van adverteren op YouTube. Ja, precies. Want waar heel veel vraag naar is, kan ik me voorstellen. Hè? Want het wordt natuurlijk ook vergeleken met andere uitingen. Het is vaak nieuw. Wat levert het op? Klopt. Ja. Wat we zien is dat YouTube als een steeds volwassen kanaal natuurlijk wordt beschouwd. Mm-hmm. Dat veel bedrijven YouTube echt omarmen en ook onderdeel laten uitmaken van die totale marketing, communicatiemix, zoals je dat dan noemt. Dat is een jeukwoord. Dat is een beetje jeukerig, inderdaad. Ja, ik snap wat je zegt. En daar horen ook bepaalde merk-KPI's, zo onderscheiden wij die dan, horen daarbij. Dat betekent dat je ook wat naar langere termijn effecten gaat kijken. Bijvoorbeeld, wat doet YouTube nou voor jouw merk? Genereert het meer merkbekendheid, merkvoorkeur, aankoopintentie, dat soort zaken. Dus eigenlijk kijken we niet meer naar YouTube als zijn van hoeveel views, bereik of kliks heeft het gegenereerd. Maar wat doet YouTube nou met jouw merk op iets langere termijn? Hoe meet je dat dan? Ja, daar gaan we zo meteen concreet over hebben. Want daarvoor is dit gesprek, voor de duidelijkheid, kijkers, een aantal concrete findings uit de onderzoeken die Team 5PM nu al doet. Maar even in de algemene zin, denk van het effect op je merk, hoe kun je dat in godesnaam meten dan? Kan een klein theoretisch verhaal worden, maar ik ga het heel in Jippe-Janneke taal proberen uit te leggen. Dat is mijn niveau. Als we een effectmeting gaan doen, en eigenlijk is de methodiek niet nieuw. Wij zijn eigenlijk met YouTube begonnen als eerste YouTube-onderzoeksbureau. Ik denk misschien wel ter wereld. Wij focussen ons alleen maar op YouTube-onderzoek. En een effectmeting werkt als volgt. Je hebt twee groepen. Een testgroep en een controlegroep. Een testgroep zijn de kijkers die naar jouw video's kijken op YouTube. En de controlegroep zijn de mensen uit jouw doelgroep. Alleen die kijken toevallig niet naar jouw video's op YouTube. Want je hebt altijd twee groepen nodig om een effect te meten. We hebben een wetenschappelijk model ontwikkeld. Wat heel erg lijkt op bestaande modellen. Maar die gaat uit van stukje kennis, stukje houding, stukje gedrag. En binnen kennis, houding en gedrag identificeren we een aantal merk-KPI's die we samen met de klant als het ware opstellen. En dan moet je denken aan merkbekendheid. Dus ga je YouTube inzetten om je merk te laten groeien. Dat meer mensen kennis maken met jouw merk. Voor Gamma hoef je dat bijvoorbeeld niet te doen. Want als je 100 klussers vraagt, noem eens een bouwmarkt, dan zal 99% Gamma noemen. Ja. Maar bijvoorbeeld merkvoorkeur heeft weer heel erg met houding ten opzichte van een merk te maken. Dus Gamma zit veel meer op merkvoorkeur. Maar ook op gedrag. Dus Gamma zet YouTube in om ook klussers naar hun bouwmarkt te leiden op den duur. Nadat ze een instructievideo van Gamma hebben gezien, willen ze graag dat mensen daarna bij Gamma uiteindelijk hun boor of hun klusbenodigdheden gaan kopen. Dus die merk-KPI's gaan we dan identificeren. Dan
maken we daar een online vragenlijst van. Die leggen we voor aan zowel de testgroep als de controlegroep. Dus precies dezelfde vragenlijst aan beide groepen. En uiteindelijk analyseren we die data om te kijken van... is het in de testgroep, dus de groep waarin clusters bijvoorbeeld voor Gamma zitten... die naar de video's van Gamma kijken... Mm-hmm. hebben die bijvoorbeeld een grotere merkvoorkeur voor Gamma ontwikkeld door YouTube. We gaan twee dingen, want jij zei het in het begin al even... even in plat Nederlands onderzoek achteraf en vooraf. Ja. Zometeen met vooraf, want daar heb ik een aantal leuke dingen... die ik allemaal van je wil weten. Maar kijk eerst eens naar dat achteraf merkeffectmetingen. Je hebt het al verteld hoe dat in zijn werk gaat. Heb je nog meer findings die je met ons kan delen? Ja, wat ik net vertelde was een beetje de theoretische basis. Ja. Maar we voeren dit soort onderzoeken eigenlijk al doorlopend uit... voor onze klanten. En eigenlijk wat je ziet... is dat de effecten over het algemeen vrij positief zijn. Dus het loont om op YouTube te zitten. Op merkvoorkeur, aankoopintentie, dat je positieve effecten zag. Maar ook als het gaat om branded content. Onderzoek gedaan voor HP Omen. Dat is gaming gear. Ik weet niet of je daar een beetje in thuis bent. Zeker. Ik niet. Ja. En die sponsoren het grootste online YouTube toernooi. Dat is Legends of Gaming. En ook daarbij gold dat het loont om met je gaming gear... als branded content in zo'n online show te zitten. Want ook op merkvoorkeur, merkbekendheid vooral... en aankoopintentie scoren. En is er dan iets specifiek eigens aan het positieve effect? Wat ik daarmee bedoel is... stel dat je dat gaming event op televisie zou uitzenden... en ik zou met een merk zou ik dat sponsoren en branden... en ik zou dat op YouTube doen. Zou dat dan een verschillend effect hebben? Kijk, in principe heb je merkeffecten voor elk medium. Dus tv, YouTube in dit geval. Wat je wel ziet is dat er een grote verschuiving plaatsvindt van tv naar YouTube. Ja. En wat ik interessant vind is om YouTube ook in te gaan zetten als een pre-testing platform voor tv. Het loopt al in elkaar over, maar je kunt YouTube heel goed gebruiken om eerst te adverteren op YouTube... bepaalde programma's te sponsoren op YouTube. Daar de effecten van te meten, dat te fine-tunen... en dat voor daarna in te gaan zetten bijvoorbeeld op televisie... wat een veel kostbaarder medium is op dit moment om op te adverteren bijvoorbeeld. Oké, aantal dingen die we daaruit kunnen ophalen. Even algemeen, wat vind je, is er een... is onderzoek vooraf achteraf belangrijk of onbelangrijk? Het een of het ander, of moet je het allebei doen? Of? Allebei doen. Eigenlijk zou je een hele feedback loop moeten opzetten wat mij betreft. Ja. Wat begint met, kijk, als er een video wordt bedacht, dan wordt die geproduceerd, wordt die online gezet en dan gaan we de resultaten zien. Dus hoeveel kliks, hoeveel views hebben we gerealiseerd op basis van die video. Wat mij betreft, en dat doen we ook al volop, zijn de video's pre-testen, zoals dat heet. Dus voordat die online wordt gezet, gaan we kijken naar een aantal variabelen om in kaart te brengen hoe goed die gaat presteren. Yeah. En mocht de video niet zo goed presteren, hebben we nog tijd om hem aan te passen, zodat je de best mogelijke video online zet. Yeah. En zo haal je het maximale bijvoorbeeld uit je video campagne. Yeah. Wat soms heel veel geld kost om die online te zetten. En daarvoor voeren we zogenaamde pretesten uit. Als het gaat om video pretesten, maar ook om thumbnail pretesten. Om ook onze klanten een stukje zekerheid te geven dat we de best mogelijke variant van een video live zetten. En dat dat de best presterende variant is van degene die we hebben getest vooraf. Het kan nogal wat schelen, ook zo'n thumbnail. En iedereen doet er maar laconiek over. Maar ja, als je click-through in één keer van X naar Y gaat, dan is het nogal belangrijk om te testen. Hè? En zeker als het gaat om organische content, dan testen we veel thumbnails. Ja. Maar als het gaat om video advertenties, dan zitten we heel erg op de attention, zoals we dat noemen. Ja. Want je kunt wel kijken naar een video advertentie. Maar de vraag is of je ook aandacht hebt voor de advertentie waarnaar je kijkt. Ja, want dat wil ik concreet weten. Want er zijn een aantal elementen uit dat pretesten die ik concreet van je wil weten. Kun je iets vertellen over audience retention data? En wat je daarmee bedoelt? Audience retention data gaat heel erg over of je mensen aan je video weet te binden. Yeah. Wanneer haken ze af? Wanneer blijven ze kijken? Dat zijn eigenlijk gewoon data die je uit de YouTube Analytics haalt. Het is eigenlijk standaard data. Maar wat wij doen, wij gaan dat soort data al verzamelen voordat de video daadwerkelijk online komt te staan. Want als je eenmaal online staat, dan kun je er niks meer aan doen. Dan hebben er bij wijze van spreken al zo 100.000 mensen naar gekeken. Ja. En dan pas kom je erachter, na anderhalf minuut zijn ze allemaal weg. Ja. Dus wij gaan een soort van pretest organiseren
ook op YouTube zelf, maar als een soort van soft launch. En die data, dus de audience retention data, die gaan we analyseren. Maar die data combineren we weer met ander soort data. Want audience retention data is heel waardevol, want je ziet waar mensen afhaken, waar ze blijven hangen. Daar zoomen we op in en op basis daarvan kunnen we advies geven van hey, hoe gaan we die video nou optimaliseren? Waarom haken ze bijvoorbeeld na 1,5 minuut af? Gebeurt er iets vreemds op een bepaald punt in de video? En dan kunnen wij spreken, dan haal je hem eraf, doe je een edit en dan zet je hem weer terug. Precies, ja. Want hij stond wel op YouTube, alleen voor een beperkt aantal kijkers die ook in jouw doelgroep zit en een representatieve groep kijkers is. Daar halen we de eerste inzichten uit. Maar die data combineren we eigenlijk met meerdere type data. En een van die andere bronnen heeft te maken met aandacht. En dan gebruiken we eye tracking gebaseerd op artificial intelligence. En dat genereert heat maps. Waardoor je echt ziet waar iemand naar kijkt. Ja, en dus wat genereert aandacht? Dat is belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, wat leidt af? Dat zie je in de heatmaps heel goed natuurlijk. Dat zie je in de heatmaps. En in de heatmaps zie je dus waar mensen naar kijken. Maar is dat ook het juiste waarnaar je wil dat ze kijken? Dus je hebt een video van een aantal minuten. Ja. En dan zie je op basis van, het is een heatmap. Dus iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen. Ja. Van kijken mensen op het juiste moment naar mijn logo. Ja, of naar mijn aanbieding. Product, naar een product. Of worden ze door andere zaken afgeleid? Ja. Daar voegen we. Doe je dan een heatmap van de video of van het hele scherm waar iemand op zit te kijken? Zeg maar. Oftewel, wordt die door aanbevolen video's afgeleid of laat je hem echt fullscreen de video zien? Beide. Want we hebben software waarmee we die video kunnen testen. Dus puur de video. Ja. Maar wat bijvoorbeeld bij thumbnails heel belangrijk is, van hoe presteert een thumbnail ten opzichte van andere thumbnails van een concurrent in hetzelfde zoek. Overzicht. Ja. En daar geven we dan ook advies op, want dan kunnen we meten of ze nou net naar jouw thumbnail kijken of niet. Wat belangrijk is in een thumbnail. Natuurlijk moet die hoog in de zoekresultaten komen te staan, maar hij moet ook aantrekkelijk zijn om op te klikken. En zijn er al concrete, voor de praktici die zitten te kijken, zijn er al wat algemene findings over thumbnails buiten dat je een gekke bek moet trekken blijkbaar en weet ik veel? Eigenlijk zijn er een aantal basisregels die voor thumbnails gelden en die ook uit de onderzoeken wel naar voren komen. Natuurlijk moet je hoog scoren in de zoekresultaten, anders word je niet gezien. Ja. Dat is een logische. Gezichten doen het altijd goed, maar wel in combinatie met teksten. En wij hebben ook altijd een clarity score, dus hoe overzichtelijk is eigenlijk je thumbnail. Dus als die te druk is wat we net al over hadden, als er te veel afleiding is, dan werkt dat ook niet goed. Dus we hebben een benchmark met een clarity score en die moet eigenlijk wel op minimaal 70% zitten, want dan is die niet te druk. In combinatie met dat bijvoorbeeld gezichten naar een tekst kijken, wat jij gaat lezen om er daarna op te drukken. Maar dat zijn een aantal best practices wat uit dat kan ik dan straks van Niels bij jullie ergens in een bak gooien dat ik dan een clarity check krijg. Dat kan. Ja. Oh, en een clarity check. Je ziet waar mensen naar kijken en waar ze niet naar kijken. Welke onderdelen hoeveel aandacht krijgen. Ja. En op basis daarvan geven wij advies en maken wij indien nodig ook de juiste thumbnail voor de juiste video. En dan zag ik nu eens heel engst tot slot captivation door neuroonderzoek. Ja, dat is de derde element. Dus hadden we de retention data. Ja. Ten tweede hadden we de heatmaps met artificial intelligence en eye tracking. En daar voegen we dan neuroonderzoek aan toe. Dat kan tegenwoordig ook op afstand met je mobiele telefoon en je smartwatch. Normaal man. En van een groot verschil tussen. Dan kun je zien wat er in mijn hoofd plaatsvindt. Ja, deels. Nee, dat valt mij. Ik kan. Jij reageert emotioneel op een bepaalde video. Ja. En dat uit zich in een bepaalde hartslag die gemeten wordt door jouw smartwatch. Jezus. En daar zit weer een algoritme achter die dat vertaalt via de app. Naar hoe geboeid jij bent zonder dat je dat zelf weet. Geweldig. Terwijl je naar een video kijkt. En dat is hele relevante informatie, want aandacht. Jij kan wel zeggen dat je ergens aandacht voor hebt, maar eigenlijk weten alleen je hersenen of je wel of geen aandacht hebt. En dus wat we doen is, we gaan die neurodata combineren we bijvoorbeeld met die heatmaps. Dus als we een advertentie testen van 30 seconden, kunnen we precies zien waar de aandacht hoog is, waar de aandacht laag is, in combinatie met waar men naar kijkt. Dus op het moment dat jouw logo in beeld is of de aanbieding en je aandacht is heel laag, dan kunnen wij adviseren van hey, misschien moet je op het moment dat mensen wat meer geboeid zijn, daar je aanbieding laten zien. Dus het is eigenlijk een combinatie van audience retention data, heatmaps
en die neuroonderzoeken die zeg maar de meest optimale resultaten geven. Wat gaan we nou doen met alle creatieven bij jullie, jongen? Die zijn echt exit. Het is gewoon wetenschap en data. Ja, nee, dat is inderdaad een valkuil zou kunnen zijn dat je alles kapot gaat analyseren. Ja. Om op basis daarvan je campagnes te gaan inrichten. Maar wat wij weten uit onderzoek is dat je creatie, dus de video in dit geval, is voor 60% van belang voor het succes van je videocampagne. Ja. En wat ik eigenlijk in de hele sector wel een beetje zie, is dat 60% is natuurlijk heel veel. Mm-hmm. Want je media, dus YouTube in dit geval, inzet daarvan is 30% van belang voor het succes. Mm-hmm. Dat kristalliseren we helemaal uit, maar je creatie wordt eigenlijk nooit getest. Terwijl dat 60% van invloed is op het succes. En eigenlijk probeer ik ook binnen Team 5PM ook een soort van bewustzijn te creëren van laten we doorlopend zoveel mogelijk vooraf testen om die creatie zo optimaal mogelijk in te zetten. Ja. En natuurlijk is het mijn taak om bepaalde kaders te schetsen waarbinnen onze creatives helemaal hun gang kunnen gaan. Ja. Maar wij willen ook aan onze klanten laten zien dat we de creaties van tevoren testen om ook een stukje zekerheid te bieden dat we het maximale rendement halen uit hun investering. En jouw droom even tot slot is dus dat adverteerders, bedrijven, klanten van 5PM, dat die eigenlijk continu bezig zijn om vooraf en tijdens en na om het continu te toetsen. Kijk, idealiter en het verbaast me, ik zit nu in de YouTube-wereld. Ik kom echt uit die online wereld van websites, apps en andere online platformen waar eigenlijk al doorlopend wordt getest. Eigenlijk wordt er nooit iets live gezet voordat het getest is. Mm-hmm. Ik denk dat we daar ook met z'n allen op het gebied van video en YouTube naartoe gaan. En mijn doel is eigenlijk om een soort van feedback loop, doorlopende feedback loop te ontwikkelen voor onze klanten. Waarbij we elk stukje in onze dienstverlening aan test of onderzoeken kunnen onderwerpen. Om ook steeds de best mogelijke versie van een video online te zetten. Maar ook om achteraf te kunnen zien van wat zijn nou de effecten geweest van een bepaalde campagne. Ja. En moeten we misschien bijsturen op bepaalde componenten. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn taak binnen het geheel. Voorlopig genoeg werk aan de winkel, denk ik, toch? Veel werk aan de winkel, ja, zeker. Want wat ik al zei, er is heel veel onderzoek beschikbaar, maar nog niet zozeer op het YouTube-verhaal. Dus daarvan nog heel veel winst te behalen. Dan wens ik jou heel veel succes en vooral heel veel plezier ermee. Dankjewel. Dankjewel, Yannick Abrahams. En dankjewel voor het kijken naar weer een video in de serie The Future of YouTube, die ik samen maak met Team 5PM. En heb je geluisterd naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. En zit je op YouTube, dan twee dingen. Even snel abonneren, nu doen. Als je nog zit te kijken, dan ben je echt super geïnteresseerd. Dus nu klikken abonneren en blijf hangen. Twee nieuwe video's in een paar seconden. Hoi!